De Afobakka Stuwdam zal over ruim 30 maanden eigendom zijn van Suriname. Dit benadrukte Dilip Sarju, voorzitter van de presidentiële onderhandelingscommissie Alcoa, op een woensdag gehouden discussieavond van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES. Het thema van deze lezing was de toekomst van de bauxietindustrie in Suriname. Volgens Sarju wordt de dam momenteel compleet doorgelicht door een onafhankelijk bureau. De afspraak met Alcoa is dat de stuwdam in een perfecte staat moet worden overgedragen aan Suriname. Sarju merkte verder op dat de energie die bij de dam wordt opgewekt niet gratis zal zijn. Hij zegt dat de regering de beste onderhandelingsmethode heeft toegepast om dit resultaat te bereiken. Want de volgende weg behandelen we en zeggen we gaan naar arbitrage, we willen de dam direct. En dan hadden we vandaag nog niet eens de rechters die deze zaak zullen behandelen. We hebben gekozen om zekerheid. En zekerheid kregen we alleen maar door het onderhandelen. Als je het wil hebben, mag je ook het anders doen. Je kan zeggen, ik maak een initiatiefwet en ik neem het in het parlement en we gaan dat realiseren. Maar wanneer de president ons stuurt om te onderhandelen, dan onderhandelen we. En hebben we 7 jaar teruggebracht naar 4 jaar. En waar dat trots op. En met deze dam kunnen we verder gaan en naar kijken naar Papagai en kijken naar verdere situaties. Dat is niet van ons, maar dat is van de regering. Van de regering. Sarju zegt dat de onderhandelingscommissie Alcoa om een haalbaarheidsstudie van bauxietwinning in West-Suriname heeft gevraagd. De kosten van $55 miljoen die daarmee gepaard gaan, zijn voor Sarju niet belangrijk. Vele mensen questionen ook de 50 miljoen. Sinds ik het niet betaal, interesseert het me niet. Als ze Alcoa zeggen, het kost 100 miljoen, waarom zou ik vragen? Nee, het kost 12 miljoen of 12 cent. Ik betaal het niet. Ze mogen zo langzaam het geven en ik kan het gebruiken. En het is van mij, het komt hier, het is van Suriname. Want ze zijn niet bereid. Als ik zou zeggen, oké, het kost je 20 miljoen, het ging 50 miljoen. Zoals vele mensen dat voorstellen, dan hebben we wel een probleem. Want die 30 miljoen krijg ik ook niet. Dus mij maakt het niet uit, dat is een passeerstation. Het is... Alcoa zegt dat kost 50 miljoen, prima, geef me. 50 miljoen, die zij maken, ze hebben ons wel toegezegd. En zeggen, wanneer zij management kunnen krijgen van de West-Suriname projecten, zijn geïnteresseerd, tussen nu en Lippen hebben ze dat gezegd, zijn geïnteresseerd in 30% met management. Maar zijn ook andere geïnteresseerd. En daarom is het zo prettig om te kijken naar West-Suriname. Guyana heeft aan de president gezegd, wij zijn ook geïnteresseerd. Tot zover Dilip Sarju, voorzitter van de Surinaamse onderhandelingscommissie. Hij sprak woensdag tijdens de discussieavond van de Vereniging van Economisten in Suriname. Volgens hem zal de stuwdam binnen 30 maanden overgedragen worden aan de staat.